Hi, lieve kinderen. Ik wilde graag samen met jullie een lesje doen van 1, 2, 3, zing. Het is eigenlijk een quiz. Weten jullie wat een quiz is? Een quiz, daar zijn vragen en die moet je goed beantwoorden. Maar je mag het ook fout hebben, dat maakt niet uit. Nou, en het gaat over boerderijdieren, lentedieren. En kijk, hier zie je al het eerste plaatje. En er hoort een geluid bij. We gaan de geluiden raden. Opletten, goed luisteren. Wat denk je dat dat is? Ik ga hem nog een keer laten horen. Nou, dan gaan we kijken of het goed is. Oh, even wachten. Controle. Een geitje. Had je het goed? Gaan we naar de volgende. Weet je het al? Was een koe. Nou, dat zijn er zelfs een heleboel die ik hoor. Nog een keer. Weet je het al? Dat zijn de schapen. Heel goed. En dit. Heel goed. Je weet het al, hè? Dat is de kip. Heel goed. Herken je die ook gelijk? Ja, hè? De eend. Heel goed. En is dit nou een mannetje of een vrouwtje? Weet je het nog? Met de kleurtjes? Dat is het mannetje. Ja, in de dierenwereld zijn de mannetjes meestal met allemaal mooie kleuren. En de vrouwtjeseend, die is bruin. Daar is hem. Heel mooi paard. Goed zo. De laatste alweer. Hoor eens. Dat is een vogeltje. Heel goed. Nou, goed gedaan. En hier kijken we nog even naar dit plaatje. En wat zie je hier allemaal? We gaan hem even wat dichterbij doen, want dan kunnen jullie het goed zien. Ga ik hem aanzetten. Dan gaan jullie luisteren of je het kijken of je dat dier ook ziet op het plaatje.
dat was hem, Eeg. Dat was hem, kinderen. Hebben jullie alle dieren kunnen zien op het plaatje? Nou, als je hem nou nog eens een keertje zelf wil doen, dat je hem nog groter ziet, dan kan je het zelf opzoeken op 1, 2, 3 zing. Hij staat op de kidspagina en het heet Welk dier hoor jij? De quiz.